het enige wat mij kan stoppen op het pad dat ik bewandel naar succes is mijn eigen twijfel. Dat is een mooie uitspraak van Fresco, Nederlandstalige rapper. En daar slaat hij wel de spijker mee op de kop. Dat is, ja, dat is geloof ik. Hier twijfel ik zelf ook al. We kregen een vraag van Louis. En Henk. En op antwoord op een eerdere vraag die ik had gesteld. Hoe je om moet gaan met twijfel. En twijfel is echt, ja, misschien wel de nummer 1 ziekte van ondernemers. En iets wat je absoluut niet kunt gaan gebruiken als je succesvol ondernemer wil gaan worden. En iedereen twijfelt natuurlijk, weet je. Elke ondernemer, succesvol of niet succesvol, die heeft twijfels over of ze nou die dingen wel moeten doen of die dingen niet willen moeten doen. Maar succesvolle ondernemers, echt succesvolle ondernemers, die durven beslissingen te maken. Dus die twijfelen misschien wel een klein beetje, maar die durven een beslissing te maken. Minder succesvolle ondernemers en ondernemers die lang struggelen en moeite hebben, die hebben moeite om beslissingen te maken. Omdat ze twijfelen en ze blijven in het twijfelen, blijven ze hangen. Dus het slechtste wat je kunt doen is blijven hangen in je twijfel. Je moet uiteindelijk een beslissing maken. En je moet ervan uitgaan dat als jij in je ondernemerschap veel beslissingen maakt, dat ze niet allemaal de juiste beslissingen zijn. Als jij 1000 beslissingen maakt waarvan 80% goed is, dan maak je 800 juiste beslissingen en 200 minder goede beslissingen. So be it, weet je wel. Dat is ondernemerschap. Het kan niet altijd 100% goed gaan. Iedereen maakt fouten, maar je moet niet te bang zijn om die beslissingen te maken. En twijfel is echt fucked up voor heel veel ondernemers. Simpelweg om het feit dat ze daardoor niet vooruitkomen, dingen uit blijven stellen en angstig zijn. En angst is gewoon natuurlijk, ja, echt dodelijk voor elke ondernemer. Dus jij als ondernemer, je moet absoluut die ballen hebben om die beslissingen te nemen. Veel beslissingen nemen, de juiste beslissingen nemen. Niet te bang zijn om af en toe de verkeerde beslissingen te nemen. En als het fout gaat, je kunt het wel weer fixen. Weet je, je kunt alles fixen, je hebt alles in eigen hand. Fouten maken kost natuurlijk geld, maar geld kun je altijd weer opnieuw maken. En dat is belangrijk om te weten en ook die zekerheid te hebben dat je die skills hebt om dat bijvoorbeeld nog een keer te doen. Tijd kun je nooit weer opnieuw krijgen. En doordat je twijfel hebt en veel dingen uitstelt, zul je uiteindelijk gewoon heel veel tijd kwijtraken. Dat is natuurlijk zonde, want tijd krijg je maar één keer en dat is veel waardevoller dan een aantal euro's die je misschien kwijtraakt doordat je een verkeerde beslissing maakt. Dat was de video voor vandaag. Succes!